Ik haal de overtollige glitter weg. Oh mijn god. Hoi lieve onderfamilie en welkom weer bij deze nieuwe Leuk of Meuk. Jongens, het is weer bijna weekend. Het is lekker weer. Tijd om weer iets nieuws te testen en hopelijk het weekend vol goede moed in te gaan. Vandaag heb ik iets heel bijzonders. Dit is Glitza. Glitza is iets nieuws waarmee je plaktattoos kunt maken. En als natuurlijk iets binnen mijn interesses ligt, dat zijn natuurlijk tatoeages. Nou ja, dat kun je wel zien. Oh nee. Ik heb zwart-wit tattoos, ik heb kleuren tattoos, maar wat ik dus nog niet heb, zijn glitter tattoos. En die gaan we vandaag maken met Glitza. Super tof lijkt het me. Hier zie je dus een klein stappenplan. Dit is een velletje met allemaal soorten figuurtjes. Nou, die knip je dus uit. Volgens mij is het een soort lijn. Die plak je dan op je huid en die ga je invullen met glitter die in het pakket erbij zit. Ik zie dat je ook bepaalde folietjes hebt waarmee je dat kunt doen. Deze video is trouwens in samenwerking gemaakt met Glitza. Maar mijn mening wordt daarbij niet beïnvloed. Dus dat ik er dat wel eventjes bij zeg. Wij gaan straks gewoon hele leuke glittertattoetjes maken. Je hebt natuurlijk verschillende sets. Dit is de grootste set die ik van hun toegestuurd heb gekregen met 180 designs. En een hele studio. Die studio zien jullie hier. Op dit moment weet ik helaas niet hoe duur deze studio is. Dat kan ik helaas niet vinden op het internet. Dus ik ga dat Glitza zelf eventjes vragen. Het antwoord staat hieronder in ieder geval in beeld. Maar zoals ik zei, je hebt de studio niet per se nodig. Je kan ook de losse, goedkopere pakketjes kopen en mooie glittertattoos maken. Dit zijn de kleinste pakketjes die erbij zitten. €12,99 per stuk. Ook niet verkeerd, hier zitten namelijk 50 designs in. Eentje met een vlinderthema en eentje met een strikjesthema. Echt hartstikke tof. Hier zitten dan twee potjes glitter in. Nou, dan heb je ook nog één slagje groter. €16,99 per stuk. Een elfjes thema en een liefdes thema met allemaal hartjes. Hartstikke leuk. Deze allemaal met elfjes. Hier krijg je 3 potjes glitter bij, een kwastje en 80 designs. Zoals jullie weten geef ik natuurlijk hetgene weg wat ik in mijn Leuk of Meuk heb getest. Ik ga natuurlijk lang niet alles gebruiken vandaag. Misschien zelfs alleen maar de party studio. Dus alles wat ik niet gebruik ga ik aan één van mijn kijkers weggeven. De 10.000 likes van vorige week helaas net niet gehaald. Dat is super jammer. Maar aan de andere kant ook weer een voordeel. Want dat betekent dat het prijzenpakket echt huge is op dit moment. Als we nu binnen een week de 10.000 likes hebben gehaald, dan win je de Unies, de Mega Balloon, de Nickelodeon Slime, een pakje Glibby Snowball, de Sequins en natuurlijk de pakketjes met Glitza. Wanneer we de 10.000 likes hebben gehaald, wordt het aan een van jullie verloopt. Wil je dan uiteindelijk ook echt een kanshebber zijn, dan moet je het volgende doen. Like natuurlijk eerst deze video, abonneer op mijn kanaal en vul het formulier in wat onder in de beschrijving staat. En ben je onder de 18, vraag je ouders om toestemming. Trouwens, lieve jongens en meisjes, als je nou echt een diehard onderfamilielid wil zijn, moet je vooral eventjes dat belletje aanklikken, zodat je een notificatie krijgt zodra ik een video online heb gepleurd. Blijf je altijd op de hoogte als een van de eerste en dat wil jij. Ik weet dat je dit wil. Pling! Heb je dan ook echt met het belletje geabonneerd? Doe dan hashtag pling onder in de reacties set. Lieve jongens en meisjes, glitter en glamour. Ik ga mijn tafeltje maar eens even opzetten. En dan ga ik eens even kijken hoe zulke Glitza tatoeages mij nou eigenlijk staan. Dan gaan we ook nog wat andere dingen proberen. Want Glitza kun je ook gebruiken om bijvoorbeeld een t-shirt te designen. Een portemonnee, een telefoonhoesje. Een tas, echt van alles kun je er nog meer mee versieren. Nou, dat zien jullie ook hier. Allemaal verschillende dingetjes. Maar de tattoos vind ik natuurlijk net wat leuker. Maar dat is natuurlijk persoonsgebonden. Dus we gaan maar heel snel beginnen. Let's go! Oké, lieve jongens en meisjes, ik zit hier met de Glitza pakketjes. Allemaal super spannend. Oh, Dolly wilde natuurlijk ook eventjes bij komen kijken. Hey, wil je ook een glitter tattoo, Dolly? Kom, ga maar op tafel staan. Ik ga de party studio als eerst maar eens eventjes uitpakken en ga ik de inhoud maar eens eventjes met jullie bekijken. Als eerst natuurlijk de studio halen we eruit. Ik weet nog niet precies wat we ermee kunnen, maar het oogt in ieder geval super spannend zo. Met die figuurtjes erop. What's next? Gebruiksaanwijzing. De velletjes met de designs. En natuurlijk de glitter met de accessoires die we straks nodig hebben. Ik zie het kwastje zitten. Ik zie een pincetje zitten. Ik zie glitter en ik zie steentjes. Dus daar kunnen we natuurlijk een hele hoop mee doen. Maar dit wat ik tot nu toe voor me heb is de hele inhoud. Dus de velletjes met de designs. De glitters met de accessoires. De gebruiksaanwijzing en het studiootje. Ik ga maar eens eventjes kijken hoe we dit moeten opstellen. Dan ga ik dat maar eens eventjes zo doen.
Nou jongens, er zit dus ook nog een vergrootglas in een van die schuifjes. Heel erg leuk dat je zo'n opbergvakje hebt. Die schuif je natuurlijk gewoon weer terug. Die kunnen we hier gewoon inklikken. En dan kun je zeg maar met het vergrootglas heel goed zien waar je bijvoorbeeld de steentjes plaatst. Want er zitten ook steentjes bij die je bijvoorbeeld op je nagels kunt doen. Of op andere dingetjes, of op je tattoos, of op je tas. Dan heb ik hier ook folietjes. Die zaten in dit vakje. De eerste stap is om een ontwerp te kiezen. Hier zijn de ontwerpjes. Het zijn er een heleboel. Zeemerminnen, unicorns, dolfijntjes, er zitten heel veel dingetjes bij. Ik hou zelf heel erg van zwaluw. Ik heb ook een paar tattoos met een zwaluw. Dus ik ga maar beginnen met deze. Nu is het de bedoeling dat ik het ontwerp uitknip. Dat ik het doorzichtige folie eraf haal. En dat ik de lijm op mijn arm ga plakken. Dan hou je een doorzichtig stukje over. Dan drukken we het ontwerp op onze arm. En dan wrijven we zachtjes, moeten we ervoor zorgen dat hij een beetje warm blijft. Dan hou ik hem eventjes vast dat de warmte van mijn hand ervoor zorgt dat de lijm goed blijft plakken. Dan moeten we hier vooral de tijd voor nemen, want anders mislukt straks onze tattoo. En dat zou natuurlijk best wel een beetje jammer zijn. Nou, je ziet al een beetje dat die lijm begint te hechten. Ik ga het folie eraf halen. En als het goed is, ja. Het laagje blijft nu over. En nu kunnen we met de kwast deze gaan invullen met glitter. Dus dat ga ik maar eens even doen. Ik kan de glitter mengen. Ik kan combinaties maken met het folie. Echt van alles kun je doen. Dus we gaan gewoon maar eens eventjes wat proberen. Ik pak voor nu de paarse en de roze glitter. Oké, jongens, daar ga ik. Oh mijn god, het is veel te veel glitter. Ik wil wel een beetje combi maken. Oh jee, ik haal de overtollige glitter weg. Oh mijn god. Ik had echt niet verwacht dat mijn zwaluw er zo scherp uit zou komen. Maar dit is wel super, super tof. Kijk jongens, dit is dus het folie. We hebben goud, we hebben roze, we hebben paars. Echt super toffe kleuren. En we hebben dan ook nog, ik weet niet of jullie het een beetje kunnen horen, maar dit is dus fluweel. Daar kunnen we ook dus nog tattoos mee maken. Ik ga gewoon alles een keertje proberen. Hoppakee. Ik ga dit zilverglanzende folie gebruiken. En de bedoeling is om de achterkant, de matte kant, te gebruiken. Die leg je er gewoon op. Dan druk je het een beetje aan en dan haal je hem eraf. 3, 2, 1. Jongens, dit is niet helemaal goed gegaan. De glanzende folie is namelijk niet bedoeld voor lichaam, huid of nagels. Dit is dus bedoeld voor accessoires. Dus heel jammer. Vandaar dat deze is mislukt. Dus dit bewaren we voor het maken van accessoires. Ik ga gewoon weer wat nieuws proberen. Datzelfde geldt voor de fluweelfolie. Dus ik ga gewoon nog een paar glittertattoetjes maken. Schattig notebookje. Lijkt me heel erg leuk om die met glittertjes te versieren en met de fluweelfolie. Ik ga even kijken hoe dit allemaal werkt. Ik ga voor de unicorn. Dus die knip ik maar eens eventjes uit. En ik plak hem gewoon ergens op. De fluweelkant moet op de lijmkant, dus ik ga het erop drukken. Goed aanduwen en het duurt best wel even een tijdje. Ik ga de folie eraf halen in 3, 2, 1... Oké, nou, ik had hem ietsjes langer en harder moeten aanduwen zoals je ziet. Ik ga voor de ballerina, die knip ik uit. Moesten we de matte kant bovenop het plaksel leggen. Een beetje aanduwen. Deze moeten we ook best wel goed aandrukken, want het is natuurlijk zonde als je een halve afdruk krijgt. Nou, mijn ballerina is ook echt super goed gelukt. Zo kun je dus alles oppimpen. Als ik er zo ruw met mijn vinger overheen ga, dan gebeurt er ook helemaal niks. Als het erop zit, zit het erop en dan zit het er ook goed op. Hartstikke tof om je spulletjes een nieuw leven in te blazen. Ik ben er super blij mee. Time.
jongens en meisjes, we hebben Glitza nu uitgebreid getest. Mijn hele arm staat vol. Het is echt best wel heel erg mooi geworden. Echt. Je ziet gewoon hoe scherp die zwaluw is geworden. En dat met glitter en een beetje lijm. Die armbandjes ook super leuk geworden. Is gewoon heel erg makkelijk glitter tattoos maken. Zo. En dan kun je kleurtjes combineren. Dat heb ik hier met de unicorn gedaan. Ik hield trouwens nog heel veel glitter en heel veel designs over. Dus je kan echt met dit pakket wat ik net heb getest, super lang doen. En die party studio die ik had, die heb je in principe niet eens nodig. Die andere pakketjes die wat goedkoper zijn, daar kun je ook gewoon heel erg veel leuke dingen mee doen. Ik heb er in ieder geval super veel lol aan beleefd. En ik had niet verwacht dat het zo ontzettend goed uit zou komen. Dus ja, of ik Glitza leuk of een meuk vind, daar hoef ik niet heel erg lang over na te denken. Want ik vind Glitza gewoon een hele dikke, vette, leuk waard. Het doet precies wat het heeft beloofd. En ook gewoon hartstikke leuk dat je ook je accessoires ermee kunt versieren. Je kunt het leuk nog versieren met steentjes. Je kunt echt alle kanten op. Hier dat hartje, ook zo super scherp. Ik ben gewoon super tevreden met de uitkomst. En ik ben natuurlijk ook hartstikke benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik vind het in ieder geval een hele dikke vette leuk waard. En jij kunt stemmen in de poll of jij het een leuk of meuk vindt. Dus doe dat eventjes en laat natuurlijk onder in de reactie achter welke glitter tattoo jij zou willen zetten. En dan wens ik jullie natuurlijk een heel fijn weekend toe. Maak er iets van. En dan zie ik jullie aankomende dinsdag natuurlijk weer met een goed nieuwe onder dinsdag. Dus hopelijk tot dan. En dan zeg ik toedeledokie. Dikke doei. Tot de volgende keer. Mwah. Dag.